Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Corrie en ik vertel elke week iets over mijn leven, kleur, kleding, lifestyle en kringlopen. En zoals je ziet, ik zit in het oranje. Het is vandaag Koningsdag. Maar ik kan daar niet naartoe en ik kan eigenlijk ook niet met goed voedsel naar buiten. Want je hoort het al wel, ik heb last van allergieën en flink ook. Dus als ik buiten ben, dan doe ik bij voorkeur een mondkapje voor, zodat ik minder last heb van de pollen. Maar eigenlijk kom ik eigenlijk zo min mogelijk buiten nu. Het is een beetje jammer, maar ja, het is niet anders, hè? Het verhaal van mijn leven. Dus ik ga zo meteen gaan kijken op tv wat Maxima aan heeft. Want dat is natuurlijk het allerleukste om naar te kijken. Voor de rest geloof ik het wel zo'n beetje, maar dat vind ik eigenlijk altijd wel heel erg leuk. En iedereen heeft natuurlijk nu zin in Koningsdag na 2 jaar niet. Dus daar ga ik ook van genieten. Maar eerst ga ik even iets tegen jullie vertellen. En eigenlijk, omdat jullie heel veel reageren, wat ontzettend leuk is, en inderdaad ook verhalen vertellen of soms vragen stellen, reageer ik daar ook wat makkelijker op. En in dit geval was er 1 vraag van iemand van hoe, ja, in kort gezegd, van hoe bepaal je je eigen stijl? Hoe doe je dat nou eigenlijk? Want ze had een kroonjaar bereikt en ze had zoiets van, oh ja, het moet anders. Nou, eerlijk gezegd, dat gevoel, dat ken ik. Dat ken ik eigenlijk best wel heel erg goed. Dat het dan soms ineens, en dat kan, een verjaardag, zeker een kroonjaar kan daar een aanleiding toe zijn, maar ook gewoon dingen die in je leven gebeuren, die op een of andere manier heftig zijn. Dat kan op allerlei mogelijke manieren zijn, maar eerlijk, als er iets heftigs gebeurt in mijn leven, dan ga ik altijd in die periode, zodra dat kan, ga ik de kledingkast doen. Altijd. Dat is mijn. Een ander die gaat taarten bakken of die gaat de keuken schilderen of zo. Ik ga de kledingkast doen. Dat is mijn go-to eigenlijk als er veel gebeurt in mijn leven. Dus ik snap dat als er iets gebeurt, iets wat voor jezelf heel belangrijk is of juist heel heftig is gebeurd, dat je dan ineens zoiets hebt, oké, nu moet het anders, nu ga ik het anders doen. Nou, daar ga ik tips over geven en ik denk dat ik dat ga doen in een paar weken tijd, dus dat ik elke keer kom met een paar tips hoe je dat doet en hoe ik dat letterlijk aanpak. Nou, eigenlijk is altijd het eerste wat ik denk is van begin met steekwoorden. Begin met dingen van hoe wil je dat je gezien wordt? Nou, als ik naar mezelf kijk, want dat is natuurlijk het beste om dat uit te leggen, want dan snappen jullie het waarschijnlijk best wel, is van dat ik mijn steekwoorden zijn vriendelijk. Ik wil graag vriendelijk overkomen. Ik wil graag kleurrijk overkomen. Ik wil graag overkomen als het modemeisje, maar dan, of iemand die verstand heeft van mode, dat je dat ziet, benaderbaar en dat ik er plezier in heb. Vrouwelijk, dat zeg ik eigenlijk ook altijd. sportief, dat nee, dat ben ik niet. Maar dat past me ook niet zo vreselijk of zo. Maar kijk, je kunt natuurlijk ook inderdaad zeggen van, ik zoek een stijl voor mijn werk. En voor mijn werk wil ik zakelijk overkomen. Ik wil betrouwbaar overkomen. Ik wil overkomen als iemand die er verstand van heeft. Iemand die het weet. Waarvan je denkt, nou kijk, de specialist, dat kun je wel zien. Specialist op haar vakgebied of op zijn vakgebied. Zo, dat is natuurlijk ook een manier om met kleding om te gaan. En toen ik nog werkte met de opleiding, was natuurlijk ook één ding dat ik de directrice van de AFA had, van dat je kunt zien van, oké, zij weet het en zij kan dat. Dat was natuurlijk dan ook heel erg belangrijk. Maar zo kun je natuurlijk allerlei mogelijke dingen doen. Je kunt dat dus, je kunt dat letterlijk voor het gehele stuk doen. Je kunt dat ook voor een werkstuk doen en voor een privéstuk. En je zou het zelfs voor 1 gelegenheid kunnen doen, dus voor een feest of zo, zou je het ook kunnen doen. Dan denk je, nou, ik wil voor het feest wil ik graag, ik wil een entree maken. Of dat je denkt, nou, ik wil heel erg sophisticated eruit zien. Of ik wil heel erg Audrey Hepburn, maar dan vertaald naar nu en vertaald naar mij. Dus je kunt daar van alles voor verzinnen. Maar steekwoorden is iets wat je in ieder geval voor jezelf, dat je denkt, ja, dus niet hoe anderen jou zien, maar hoe jij wil dat anderen jou zien. Dus niet dat iemand zegt van, nou, vind je altijd zo'n sportief type? Nou, en dat je denkt, ja, daar heb ik niks mee. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om wat jij wil uitstralen. En dat is eigenlijk het beginpunt. Ik wilde eigenlijk eerst het beginpunt maken, je kleur en je figuur, maar toen dacht ik, nee,
het beginpunt is eigenlijk, wat wil jij uitstralen? Wat vind jij belangrijk? Hoe wil jij gezien worden? En dan, wat je dan kunt gaan doen is, wat ik eigenlijk de laatste jaren sowieso altijd doe, is op Pinterest een Pinterest-bord maken. En nu ga ik een stukje, ja, de techniek stelt voor niks, maar ik ga nu een stukje laten zien hoe ik dat dan doe. Dus dan inderdaad een Pinterest-bord, dus pinterest.com, zodat je ziet van oké, zo gaat het dan. En dan druk je daarop een bord maken en dan ga je allerlei dingen zoeken die met een stijl te maken hebben, waarvan je denkt, hé, dat is leuk. En dan zoek je niet mensen van je eigen leeftijd of niet mensen van je eigen figuur. Dat heeft daar allemaal niks mee te maken. Of ze mogen voor mij de totale verkeerde kleuren dragen, dat kijk ik ook nooit naar. Ik kijk er altijd naar van, hé, wat spreekt me aan? Dan denk ik, oh, dat is leuk. En ik ga nooit meer in een bikini lopen of zo. Daar wil ik niet dood in gevonden worden. Maar een ander die doet dat misschien wel. Die zegt van ja, kan mij het schelen bij 75. Ik loop lekker in een bikini als ik dat wil. Dan moet je dat doen, hè. Maar ik bedoel, ik zal er dus niet dat soort foto's ga ik niet zoeken. Ja, geen bikinifoto van de weet ik. Dat wil ik niet meer aantrekken. Dat is geen waardeoordeel. Dat is gewoon hoe ik het doe. En daar vertel ik uiteindelijk over. Dus dan ga ik dat zo doen. Dus zo probeer ik dat dus te laten zien. En nu probeer ik inderdaad dat stukje te laten zien. Dat jullie zien van, zo doe ik dat dan. Er was iemand anders en die had een andere vraag. En dat was eigenlijk ook wel een hele leuke vraag. Ze zei van, kun je iets vertellen over de tops en de flops van de kringloop? Nou, ik heb heel veel tops. Echt heel veel tops. Maar ik laat twee dingen zien waarvan ik denk, oh, dat is echt zo geweldig. En het eerste is eigenlijk een jasje. En dit is een paars. Er zit ook een wat blauw in. En dit komt het beeld iets paarsiger over, geloof ik. Maar maakt niet uit. Dit is een jasje. En het is eigenlijk gewoon een simpel jasje. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel mooie details. En vooral hier. Kijk, als je dit ziet. Met zo'n geplooid stukje hier en zo. Het is echt heel erg mooi. Mooie kraag, mooie vorm. Dit is een jasje, zoals jullie zien. Een Edgar Vos. 42. En dat jasje, dat is dus echt geweldig. Dat jasje, degene die mij al heel lang volgen, die weten dat. Ik was bij de kringloop en ik had inmiddels al flink wat gekringloopt. En ik had heel veel jasjes. En toen had ik het met mijn zus er een keer over. Ja, dat moet nu echt. Nou, ze zei, je moet de krenten uit de pap halen. Nou, dat was een hele goede tip. Dus ik zie dit jasje. Ik pas het. Er zaten toen nog andere knopen op. Echt spuuglelijke knopen, maar ik vind deze in ieder geval een stuk mooier. Ik dat jasje en ik trek het aan. Echt perfect. Staat me perfect. Past me perfect. En vriendinnen die er toen bij was, die zei van, goh, ja, dat moet je doen. Het is echt een heel mooi jasje. Ik sta voor de spiegel. Komt nog een andere mevrouw langs, gewoon, die ik niet ken. En die zei, oh, dat jasje staat u erg mooi. Ja, ik zeg maar, ik heb al zeker 12 jasjes in de kast hangen. Nou, zei ze, geeft toch niks. Dan is dit nummer 13. Maakt helemaal niet uit. Ze zei, dat moet je niet laten liggen. Maar ik had zoiets, laat ik nou eens verstandig zijn. Ja, ja, hoe donker is het? Maar oké, laat ik nou eens verstandig zijn, laat ik dat jasje nou eens niet nemen. €5,25 of €5,75. Ik mag ervan kwijt zijn, maar één van die twee. Dus ik kom thuis, heb het jasje niet genomen. Ik bel mijn zus. Ik zeg tegen mijn zus, nou, ik word verstandig hoor. Ik zeg, ik was bij de kringloop. Ik zeg, en zus en zo. En ik dacht, dat jasje, dat ga ik niet nemen. Ze zegt, ben jij gek, zei ze. Ben jij helemaal betoeterd? Ze zegt, een jasje van Edgar Vos. Ze zegt, dat neem je niet mee. En het past en het is een mooie kleur. Ze zegt, ik zal maar eens teruggaan. En ik kijk op de klok en het was een uur of vier of zo. Ik denk, oeh, kan nog net. Dus ik ben teruggegaan en het jasje hing er nog. Ik denk, nou, die is voor mij. Nou, dat was van mijn zus een hele goede tip, want natuurlijk moet je dat doen. Zo'n verschrikkelijk mooi jasje. Ik draag dit ook al erg veel. Ik heb het 3 jaar, 4 jaar, zoiets heb ik het. 3 jaar minimaal, dat weet ik heel zeker. Maar het kan ook 4 jaar zijn. Zo, dus ik ben met dit jasje gewoon ook heel erg blij. Een ontzettend mooi ding is het. En het is gewoon mooie kwaliteit. En Edgar Vos, ja, wat wil je nog meer? Dus ik draag het. Het ene seizoen draag ik het heel veel. Het andere seizoen draag ik het misschien maar 2 keer. Maar ik draag het eigenlijk altijd per seizoen. Dus dit is echt absoluut een topper. Nou, ik heb nog een andere topper. En dit is een sjaal. Een blauw-wit gestreepte sjaal. Kijk, je ziet het. Het zit met meerdere
Denk, het zit gewoon ingeweven. Het zijn geen aparte stukken. Dit is ingeweven. En het is een flinke grote sjaal. Eens even kijken. Oh, ik denk dat die 1,5 is. Ja, het zal ongeveer 1,5 zijn. Ja, dat kun je zo meten. Zo ongeveer 1,5. Ja, 1,5 bij 1,5, denk ik. Zo, misschien bij 1,30. Dat kan ook wel. Hij is volgens mij niet helemaal vierkant. Ik weet niet van wie die is, want dat is eruit geknipt. Dus gewoon alles uitgeknipt. Het voelt een beetje als een viscose sjaal, voelt het. Nee, geen polyester, want dat zou ik wel voelen. En die sjaal, die draag ik veel. Die draag ik ontzettend veel, want hij maakt elke outfit namelijk ontzettend leuk. Kijk, dan maak ik er zo'n beetje zo'n punt van. En doe ik hem zo, hup. Zo, en dan jasje eroverheen. En het kan een winterjas zijn, het kan een zomerjas zijn. Maar gewoon, die sjaal is geweldig. Nou, als ik denk, want ik heb jasje bij Vindingrijk gekocht en deze sjaal ook. Ik denk 1,25 of 1,95. Tussen die prijs zijn de sjaals meestal. En soms zijn ze nog maar een kwartje of zo. Maar zeg maar 1,50. Laten we het daarop houden voor het gemak. Nou, die 1,50, ik heb hem al minstens 150 keer gedragen. Maar denk meer. Maar stel dat ik hem 150 keer gedragen heb, dan heb ik dus 1 cent per kost per wear heet dat. 1 cent per keer heb ik daarvoor betaald. Nou, dat is helemaal waard. Het is echt heel leuk. Maar wat ik nu aan heb, is ook allemaal natuurlijk kringlopen. Dat weten jullie. Ja. Een zijde blouseje, kettingen van de kringloop, een vestje van de kringloop, een armband van de kringloop. En een rok, die zien jullie niet. Dus dat heeft nu weinig nut, maar het is allemaal kringloop. Maar dat zijn eigenlijk ook allemaal hele leuke dingen die ik graag draag. Maar deze twee, dat jasje en die sjaal, dat zijn ze, nou ja, ik eerlijk gezegd kan wel 100 toppers noemen. En toen zei hem, de toppers en de floppers, nou, de flop, dat is heel simpel, dat is allemaal weg. Dat is allemaal al weg naar de kledingbak of terug naar de kringloop, ligt aan de staat van de dingen. De flops, dat zijn degenen die achteraf het verkeerde materiaal blijken te zijn. En soms wordt er geregeld uitgeknipt, dus dan moet je het voelen en dan brand ik het. En dan blijkt het toch polyester te zijn. Dingen die, waar ik niet goed genoeg gekeken heb. Ik heb altijd graag kringloopvriendin bij me, eerlijk gezegd. Want die is heel precies daarin en die ziet het ook echt heel goed. En die haalt de vlekken en zo uit. Maar soms dan mis je een vlek en dan denk je, ja, de vlekken gebeurt het minst hoor. Maar soms gebeurt het ook dat gewoon iets kapot is. En dan denk je, ja, ik heb het ook wel eens geprobeerd. Ook geprobeerd om iets te maken, maar nee, eigenlijk wordt hem dat niet. Dus, maar die dingen, die kan ik niet laten zien, want die zijn allemaal weg. En zeker nu, want alles is natuurlijk net opgeruimd. Oh, en wat me ook wel eens gebeurt, dan heb je een blouseje. Ik doe het nu even met deze sjaal voor. En dat pak ik dan onder de oksels. Pak ik dat dan en dan ga ik dat zo doen. Maar soms doe ik dat een beetje zo en dan denk ik, oh ja, dat past wel ongeveer. En dan heb ik net een stukje van mijn zijkant hier gemist. Dus dan kom ik thuis en dan gaat het dicht, maar dan barst het knoop ook open. Dat is me ook wel eens gebeurd. Dus gewoon te haastig, gewoon niet goed gekeken. En gewoon gedacht, oh leuke, leuke kleur, bla bla. Maar dat is vooral in het begin heb ik dat wel gedaan. En soms valt iets gewoon tegen. Het kan krimpen. Vooral breiselachtige dingen, dus vestjes, die kunnen soms net krimpen en dan hoeven ze maar zo'n stukje te krimpen, maar dan zit het net niet goed meer. Dus dat kan gebeuren, ja. Maar ja, dat is eerlijk gezegd ook in een gewone winkel is dat ook. En nu noem ik dat achter elkaar en lijkt dat heel erg veel, maar eerlijk gezegd valt dat wel mee. En soms valt iets tegen, ja, dan is dat maar zo. En eerlijk gezegd denk ik dan altijd, het gaat heel dikwijls om 2, 3, 4 euro. Dan denk ik, ja, dan heb ik de kringloop maar gesponsord. Er zijn eigenlijk altijd goede doelen waar ze het voor doen. Om mensen te helpen in moeilijke situaties. Dan denk ik, nou ja, dan heb ik dat maar ondersteund. Hè? Dan doe ik het maar op die manier. Dus eigenlijk dat. Dat zijn mijn toppers en floppers. Dat heet natuurlijk niet zo. Maar oké, zo noem ik het dan maar eventjes. Nou, dat is. Nu ga ik foto's maken van dingen die inderdaad die jullie mogen hebben tegen de verzendkosten. Ik probeer, want ik wilde eerst alles tegelijkertijd op de foto zetten, maar dan wordt het een
filmpje wordt veel te lang. Voor jullie niet leuk, is voor mij heel vervelend, moet ik dat allemaal bijhouden. Dus ik doe gewoon waarschijnlijk iets van 5 kledingstukken. Ik zet er een nummer bij. En ik zet ook bij de foto hieronder, zet ik eronder welke maat erin staat. Of als ik iets op moet meten, zet ik er dat bij. En wat het materiaal is. En dan kunnen jullie gewoon zeggen van, nou dat wil ik wel. Ja, dat mag. Dus dat probeer ik dan volgende week ook te doen. En volgende week ga ik dus ook verder met van, hoe bepaal je je eigen stijl? Als jullie daar vragen over hebben in deze komende week, stel ze, want dan neem ik ze mee in het filmpje van volgende week. En dan beantwoord ik ze. Maar dan wordt dat een serie. En dat is misschien ook heel erg leuk. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Nou, verder heb ik nog allerlei vragen. Maar die komen in de loop van de tijd komen ze allemaal aan bod. Dat is tenminste in ieder geval de bedoeling. Dan wil ik jullie weer bedanken voor alle duimpjes. Superleuk voor alle commentaren, voor alle vragen. Echt heel erg leuk, want zo kan de buurvrouw het weer leuk vertellen. Hè? Tenminste, dat is dan de bedoeling. Dank jullie wel daarvoor. Ik zie jullie graag volgende week weer. Met nieuwe verhalen, met nieuwe ideeën. En daar vertel ik weer verder over mijn leven. Maar nu, op dit moment, ook wel met het voorjaar te maken, ben ik heel erg hiermee bezig. En straks ga ik weer met de kamer bezig en zo. Maar daar praten we dan later weer over. Oké. Nou, hierna komt dus alles. En ik spreek jullie weer. En tot de volgende keer. Dag.